De piloten hebben tijdens hun vlucht een vibratiealarm gekregen op een van de vele veiligheidssensoren. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Via het systeem wordt niet alles doorgegeven, dus dat kan een klein mankementje zijn. Het is een indicatie dat hem trilt. Maar zelfs een klein defect kan grote gevolgen hebben. Iedere technieker draagt een zware verantwoordelijkheid eigenlijk. Het is de technieker die beslist of het vliegtuig de lucht ingaat of niet. Dus die kan die, naar gelang een defect, kan hem die zeggen, die mag niet vliegen. Maar als hij wat dat wij de release noemen geeft, dan wordt er wel verondersteld dat dat vliegtuig perfect luchtwaardig is.